Heb ik had van de week een programma gezien in Nederland of in Engeland, dat weet ik niet meer precies. En dat was binnenhuis interieur. Ja. Echt helemaal getekend en geschilderd. Ja. Als aquarel. Mooi, echt onvoorstelbaar. Zulke grote platen. Ja, hoe groot, wat voor afmeting denk je? Nou, good luck. 50, 60 centimeter bij, ja, 30, 40. Ja. Echt. Ja, dat, het is in feite is dat al kunst. Maar... Ja, ja, was echt, zo werd het ook nu verkocht als kunst. Ja, als kunst, ja precies. Maar we hebben het nu met Sylvia hebben het erover, over de hedendaagse binnenhuisarchitectuur. Ja, tegenwoordig en, wordt er veel op computer ontworpen. Ja, toch? Ja. Ja. Ja, met 3D-programma's. En dan gaat het allemaal veel sneller. En waarschijnlijk nog goedkoper ook. Ja. In de verhouding. Ja, of het sneller gaat, dat ligt aan je eigen handigheid met het programma. Want er gaat toch wel ongemerkt wel veel tijd in zitten. Ja. En die tijd is niet altijd door te berekenen naar de klant. Dus ja. Het snelste is toch wel uit de hand. Dan heb je direct vanuit je hoofd het op papier gezet. Ja, precies. Ja. Is ook zo. Maar je moet uitkijken dat de mensen dan niet met je idee weglopen. Nee, je moet daar heel goed moeilijke tijd. Ja, moeilijke tijd. Ja. Maar ik kan wel nagaan, als jouw ontwerpen nu in die periode terechtkomen, dan worden ze eigenlijk, als je nu maar leeft, worden ze als kunst. Ja, zoveel jaar wordt het, maar dat is met veel dingen. Ja. Ja, Vincent van Gogh was toen in zijn tijd, dat was bagger. Ja. Door velen. Ja. Beschouwd dat was bagger. Ja, ja. Nou, je ziet nu, het. Ja toch? En nu is het echt miljoenen, honderden miljoenen soms. Ja. Ja. En zo gaat het vaak met... Dit was Open Koffie... Open Koffie 2011. 2011. Onze laatste Open Koffie. Wie zal het zeggen? We gaan nu naar de overkant.